Dit is altijd echt zo'n feestje. Beetje jammer om mee te beginnen. Omdat... Oh, lekker. En hier zit de... Ja. En deze was op. Wat vind ik van deze adventskalender? En vind ik het de 90 euro waard? Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe adventskalender unboxing. Ik hoop dat je net zoveel zin in hebt als ik. Dus pak er even een lekker kopje thee bij. En dan gaan we lekker deze adventskalender unboxen. Ik heb namelijk de adventskalender van The Body Shop. Ben jij benieuwd wat er in deze adventskalender zit? Doe dan even een duimpje omhoog en vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Daar maak je me echt heel erg blij mee. En dan ga ik snel het een en ander vertellen. Dit jaar heeft The Body Shop wel 3 adventskalenders. Ze hebben deze blauwe van 55 euro. Dat is de Box of Wishes. Ze hebben de rode. Die heb ik dus. En die is, wat was het? 90 euro. En dat is de Box of Wonders. En dan hebben ze nog de Box of Wishes and Wonders. Dat is de groene. En die is 130 euro. Dan heb ik dus de rode, die van 90 euro. De middelste variant. Dus ik ben heel erg benieuwd wat er in deze adventskalender gaat zitten van de Body Shop. Vorig jaar heb ik ook de rode variant van de Body Shop unboxed. Dus ik hoop dat het wel een beetje een andere inhoud heeft. In ieder geval andere smaakjes en varianten. Maar we gaan het meemaken. Dit is de box van dit jaar. Hij ziet er, nou ja, wel dus rood, dezelfde kleur uit. Maar toch qua printen en zo heel anders. En dat vind ik echt heel erg leuk. Er staat hier een brief op voor Santa. En het is allemaal vrouwelijk. Dus de Santa is dan ook vrouwelijk. En als we hem dan open doen. Echt, dit is altijd echt zo'n feestje. Dan is dit wat je ziet. Dit is toch prachtig. En ook hier zie je weer allemaal vrouwen op de plaatjes. Dus echt een prachtige adventskalender qua vormgeving. Maar is die ook zo prachtig qua inhoud? Dat gaan we meemaken. Laten we beginnen met vakje 1. Dat is altijd even zoeken. Je hebt hier dus op een la. En dan heb je nog twee andere la's die je kan open doen. En doosje 1 die zit hier. Het allereerste waar we deze adventskalender mee aftrappen is een handcreme. Maar nou vind ik dat wel een beetje jammer om mee te beginnen. Omdat vorig jaar zaten er echt ontzettend veel handcremes in de adventskalender. Dus ik hoop niet dat het nu ook alleen maar adventskalender of alleen maar handcremes zijn. Maar dit, ik gebruik echt elke dag handcreme. Dus het komt zeker bij mij van pas. Maar deze vind ik ontzettend lekker. Dit is misschien wel mijn favoriete lijn van de Body Shop. Het is heel neutraal, maar echt heel erg lekker. Het is namelijk deze handcreme van, ja, hoe spreek je het uit? Geen idee, maar deze is echt heel lekker. Ik heb daar de shower gel van, de shampoo, de conditioner. Handcreme heb ik er ook van, de body butter en nu dus weer een handcreme. Dus echt heel erg blij mee. Ja, deze is gewoon zo lekker. Dan gaan we naar de tweede en die zit hier bovenop. Oeh, dit is leuk. Dit zat er vorig jaar dus niet in. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg leuk. Even wat anders. Dit is een lippenbalsem in de avocado lijn. En die is ook heel erg lekker. Nou moet ik zeggen dat ik geen fan ben van avocado. Dus ik vind de geur ook echt niet om uit te staan. Maar deze is dus echt heel lekker qua geur. Die body butters van vorig jaar gebruik ik ook nog. Dus hier ben ik echt heel blij mee. En hij ziet er ook echt heel mooi uit. Ja, lekker. Dus het ruikt niet per se naar avocado. Dus dat is in ieder geval, vind ik, positief. Derde zit in dit laadje. Oh, dit is de shower gel, de mini, dus de 60 ml en dan de strawberry variant. Nou ben ik dus niet zo'n fan van deze geur. Ik vind hem echt ontzettend zoet. Nou ben ik wel gek op zoete geuren, maar dit vind ik echt meer zoet. Maar heel veel vinden dit wel lekker. Dus misschien is het wel helemaal wat voor jou. Ik vind het in ieder geval wel leuk dat er een shower gel in zit. Wat ik trouwens ook heel erg leuk vind aan deze adventkalender is dat hij doorgaat tot vakje 25. En normaal stoppen adventkalenders tot ja, bij 24. Maar op kerst heb je bij deze adventkalender altijd nog een leuk cadeautje. De vierde is een vierkantig doosje. Hier was ik al een beetje bang voor. Dit zat er vorig jaar ook in. En ik gebruik het eigenlijk niet. Dit is namelijk gewoon een, ja, een soort, je kan het zien als een soort washand. Een soort doek waarmee jij als je gezicht gaat reinigen of een masker op hebt gedaan, dat je je huid hiermee schoonmaakt. Er staat nog wel heel leuk een logo op van de Body Shop hier. Maar ja, heel eerlijk gezegd gebruik ik dit niet. Dus ja, dat vind ik wel een beetje jammer, maar prima. Door naar 5 en die zit bovenop. Het ruikt heel lekker.
Oh, deze had de vorige ook in. Ik ga proberen dat niet te vaak te zeggen. Ik zal aan het einde wel een big reveal doen of er dingen van vorig jaar veel in zaten. Maar ik hoop toch altijd dan bij een volgend jaar, zeg maar, dan dat er dan weer iets nieuws in zit. Mocht je namelijk deze adventskalender telkens elk jaar weer opnieuw bestellen, dat je niet telkens dezelfde producten krijgt. Maar goed, deze zat er dus vorig jaar in. Maar dit is een Camille Cleansing Butter. Ja, en hij ruikt wel echt heel lekker. Maar hiermee kun je dus je gezicht schoonmaken. Dus als je dat hebt gedaan, veeg je het daarna met dit doekje af. Door naar 6. En dat is een wat groter doosje. Oeh, lekker. Ja, ik ben hier heel blij mee. Deze heb ik al een keer getest. En die vind ik echt heel erg fijn. Ik ben sowieso fan van alle sheet masks van The Body Shop. Maar dit is dus de Aloe Vera Calm Sheet Mask. Nou ja, die is gewoon echt heel erg lekker ingebruikt. Dus top. Door naar 9. En die zit in de middelste la. Oeh. Mag het niet zeggen, maar deze zat er vorig jaar ook in. Maar die heb ik al op. Dus dat vind ik eigenlijk heel erg fijn. Dit is namelijk een masker voor je gezicht. In de Himalaya Charcoal. Of hoe spreek ik dat uit? Charcoal. Ja, wat heel erg goed is tegen pukkels. Dit is het potje. Het is wel een wat kleiner potje. En je moet er ook wel snel bij zijn. Als in, ik zou hem wel wat sneller opmaken. Want hij droogt wel heel erg snel uit. Maar dit is echt een heel erg fijn gezichtsmasker. Vooral als je last hebt van onzuiverheden. Echt heerlijk. Goed, ik heb hem dus vorig jaar helemaal opgemaakt. Dus ik kan niet wachten om deze weer te gebruiken. Vakje 10 is de onderste lade. En dat is echt een heel erg groot doosje. En hierin zit... Heel erg blij mee. Zoals ik net al aangaf, is dit mijn favoriete lijn. De Shea, She, whatever. Maar dit is de shampoo. En dit is ook een full size product. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. Dit is hem. Ik heb hem dus al wel in mijn voorraad. Maar ik heb er nooit genoeg van. Dus top. Doosje 11. Wat is het? Oh, dit is de avocado shower cream. Ook heel erg lekker. Dit is wel een kleine variant. De 60 ml. Maar ja, ik ben dus wederom gek op deze geur. Dus dit komt altijd goed uit. Ook als je een weekendje weggaat of op vakantie zijn deze minis heel erg fijn. Oh, lekker. En hier zit de Mango Body Butter. Nou is mango niet helemaal mijn favoriete geur. Op zich. Hij ruikt wel heel lekker eigenlijk. Ik kom erop terug. Ik vind hem eigenlijk wel heel erg lekker. En dit is de 50 ml Body Butter. Body Butters van de Body Shop zijn echt heel fijn. Vakje 13. En dat is, weer een shower cream, maar dan de almond milk. En die vind ik ook heel lekker. Top, 60 ml. De verpakking, de 60 ml shower cream. 14. Oh. Oh, dit vind ik wel een beetje jammer. Aan de ene kant gebruik ik dit soort dingen nog wel. Als ik er een masker op doe en ik wil niet dat het in mijn haar komt. Dan heb je zo'n band, zeg maar, en die kun je dan omdoen. En ik moet zeggen dat ik deze eigenlijk ook wel heel schattig vind. Het is echt een groen kleurtje met een strikje. Maar ik heb er echt al 5 van. Dus ik heb er eigenlijk wel genoeg. Maar op zich wel handig als je een maskertje of zo in gaat doen. Maar dit is dus zo'n haarband die je dan in doet. Zodat je haar niet vies wordt. Maar misschien kun je hem ook wel gewoon, nou ja, letterlijk omdoen en dragen. Dat kan natuurlijk ook. Maar dat is persoonlijk niet helemaal mijn smaak. Goed, vakje 15. En dat is de Awakening Mask. Die ken ik niet. Van koffie gemaakt. Oh, dit ruikt echt heel erg naar koffie. Lekker hoor. Wel een klein potje, dus dat is jammer. De 15 ml. Maar ik denk dat deze heel erg fijn is. 16 is ook weer een groter doosje. En dit is de Almond Milk Cleansing Face and Body Bar. Dit klinkt eigenlijk wel heel erg lekker. Dit is dus een zeep. Ik laat hem nog even in de verpakking. Oh, die geur. Heel lekker. Echt een floorgeur. Maar mocht je dit dus niet gebruiken, zeep om jezelf mee te wassen of zo, dan kun je het dus ook heel goed gebruiken voor je kwasten om wat mee schoon te maken. Dus zeker een hele lekkere. En ik vind het eigenlijk wel heel erg leuk, want mocht ik hem dus niet gebruiken voor mijn gezicht, ga ik hem lekker gebruiken voor mijn kwasten om schoon te maken. En dan hebben die ook echt een heerlijke geur. Het is ook 100 gram, dus dat is ook aardig een flink stuk zeep. Gaan we door naar 17. En
En hierin zit een shower gel wederom. De 60 ml, dus weer een kleinere verpakking. Maar dit is de geur Pink Grapefruit. En dat is niet mijn favoriete geur. Deze zat er vorig jaar ook in en ik vind die geur gewoon echt niet zo lekker. Maar ik weet zeker dat ik hier andere mensen mee kan blij maken. 18 is er weer een groter doosje. En hierin zit, ik zie het al gelijk, een sheet mask. Dit keer de vitamine C sheet mask. Wederom heel erg blij mee, want ik vind deze echt heel erg fijn. Dan zijn we alweer bij vakje 19. Of doosje 19. En dit is, oh jee, de avocado smoothing body scrub. Oh. Oh. Dit lijkt ook op avocado, maar het ruikt zo lekker. Dit is de 50 ml. Hier ben ik echt heel erg blij mee. Ik heb deze zelf nog nooit getest, maar het ziet er echt heel erg goed uit. 20 die zit hier zo. En dit is de British Rose Shower Gel. En mocht je mijn adventkalender van vorig jaar hebben gezien, die unboxing, weet je dat dit niet helemaal mijn geur is, de roze geur. Toen zat er heel veel roze geur collecties in de adventkalender. Het valt me nu gelukkig nog mee, dus daar ben ik persoonlijk blij mee, want ik hou niet zo van deze geur. Maar een shower gel komt dus altijd wel van pas, dus 60 ml. 21. En in 21 zit de British Rose handcreme. Jammer. Heel jammer. Ja, ik vind deze niet zo lekker, maar ik kan er zeker iemand anders blij mee maken. Maar een handcreme is wel fijn. En het valt me nog mee, want er zijn niet veel handcremes nog geweest. Dus het mocht ook wel weer. Maar helaas niet helemaal mijn geur. Mocht jij van roze geur houden, dan is dit echt zeker een geur voor jou. Dan gaan we alweer naar doosje 22. We zijn er bijna. En dit is een flink groot doosje. Oh, en daar zit een masker in. Deze zat er vorig jaar ook in. Kom ik weer aan. Maar hij is heel fijn, dus ik vind het niet erg. Dit is de vitamine 1 sheet mask. De derde sheet mask van deze adventkalender. Misschien een beetje veel, maar ik vind ze echt heel erg fijn. Dus ik vind het niet zo heel erg. Vakje 23 is... Oh, weer een body butter. Ja, en deze was op. Hier ben ik heel blij mee. Oh, dit komt echt perfect uit. Ik heb hier, er gaat een pluisje, de body butter van mijn favoriete lijn, Shea, Shea, geen idee hoe je het uitspreekt, maar deze is zo fijn. Mocht je last hebben van een droge huid, is dit echt een aanrader. Maar wat leuk dat er ook twee body butters al in zitten. Heel blij mee. Eén na laatste vakje alweer. Normaal stoppen een adventkalenders vaak bij 24, maar de body shop gaat door tot 25. En hierin zit iets zwaars. Oh, wat is dit? Dit ken ik niet. Oh, dit is de Himalayan Charcoal. Dus waar we dat masker van hebben. Maar dan de Night Peel. Oeh, dat klinkt heel goed. Maar dit is dus een Night Peeling in die Himalaya Charcoal. Charcoal, geen idee. Ja, het ruikt echt heel sterk. Maar echt, ik denk dat dit zo goed is voor je huid. Als het dus wat onzuiverheden heeft. Dus deze ga ik absoluut testen. En ik vind dit ook heel erg leuk. Want dit heb ik eigenlijk nog nooit eerder gezien in de adventskalender van de Body Shop. En dit product ken ik überhaupt niet. Dus ik vind het echt een heel erg leuk product. En het is ook echt van glas. En het is de, hoeveel milliliter is dit? 30. Dus het is nog wel een aardig potje. Dan is het tijd om het laatste vakje, vakje 25 van deze prachtige adventkalender open te maken. Hij zit in de onderste la, dat heb ik al gezien. Hier. En ik ben heel erg benieuwd wat hierin zit. Ik hoop dat het een knaller van een eind is wederom. Want op vakje 25 is het eerste kerstdag. Er staat ook op Happy Christmas. Give a little wonder today and make the world a fairer place. Laten we hem openmaken. Oh, wat is dit? Dit is een product. 75 ml. De Breathe collectie van de Body Shop. Ik ken hem zelf niet. Oeh, hij ruikt heel minty. Eucalyptusachtig. Heel lekker. Vooral voor waarvoor het is. Want het is een... massagemeld. In het laatste vakje zit dus een massagemeld. En dat is dus eigenlijk een soort spul wat je... ja, gel wat je op je lichaam smeert. En dan kun je heerlijk masseren. Het is ook echt een grote pot. Ik vind dit echt heel lekker. Oh, het is echt super zacht. Ik ga vanavond lief mijn vriend aankijken. En hoop ik dat hij mij lekker wil masseren met deze gel. Want het is echt heel erg lekker. Je krijgt helemaal zo'n spa vibe van deze pot. Dus ik vind dit echt een heel erg leuk product. En vooral omdat ik het eigenlijk niet ken. Ik wist niet dat ze dit hadden, een massage, ja, gel bij de Body Shop.
Dus dat is het laatste vakje. Dat was de adventskalender van de Body Shop. Hij is nu ook leeg en ik bewaar hem voor volgend jaar, want ik vul hem elk jaar weer. En dan geef ik het aan een vriendin. En dan vul ik hem gewoon met eigen producten. Wat vind ik van deze adventskalender en vind ik het de 90 euro waard? Nou, eigenlijk vind ik het dus echt een hele leuke adventskalender. Mocht je de Body Shop adventskalender nog nooit hebben gehad, dan is dit echt een aanrader. En dan vind ik het de 90 euro ook wel waard. Ik moest even nadenken, maar jawel, vind ik wel. Want ik weet niet, alles wat erin zit, dat gebruik je ook echt. Tenminste, dat heb ik. Ik gebruik eigenlijk alles wel. Oké, die... De haarbandje wat minder, dat doekje ook niet echt. Maar qua product zou ik het bijna allemaal wel gebruiken. Ligt er ook een beetje aan welke geuren jij lekker vindt. Maar ik denk dat het wel het geld waard is. Maar ja, ik heb hem dus vorig jaar ook gehad. En ik moet zeggen dat ik hem heel erg erop vind lijken. Er zitten ook wel wat dezelfde geurlijnen in. Ik vind het jammer dat er zeg maar niet echt een kerstgeurlijn in zit. Of een, misschien een herfstgeurlijn zoals de Vanille Pumpkin. Die vind ik namelijk heel erg lekker. En ik weet dat ze ook bijvoorbeeld met kerst altijd een geurlijn hebben. Dus dan vind ik het jammer dat het niet in de adventskalender zit. En ja, ik zie wel wat overlappingen dus met vorig jaar qua producten. Maar sommige hebben net een andere geur of net een ander product van die geurlijn. Dus ik vind het eigenlijk wel heel erg leuk, want ik gebruik het ook erg vaak. En wat ik niet gebruik, geef ik gewoon weg. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw mening van deze adventskalender. Laat me zeker weten in de comments wat jij van deze adventskalender vindt. En of jij de Body Shop adventskalender dit jaar gaat aanschaffen. En vooral welke kleur. Ga je voor blauw, rood of groen? Let me know in de comments. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Daar maak je me heel erg blij mee. En te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie tot een volgende video weer. Doei doei!